Nou, dan denk je zoals ik iets van jongeren en jeugdliteratuur af te weten. En veel te lezen en op de hoogte te zijn. En dan verschijnen er de lijst van de genomineerden voor de Dioraf de Jongeren Literatuurprijs van dit jaar. Blijkt dat ik geen één van de 5 Nederlandse genomineerde boeken heb gelezen. En zelfs van een paar niet eens van het bestaan af wist. Mijn eerste reactie was, nee, dat slaat nergens op. De jury heeft een rare keuze gemaakt. En toen dacht ik, ja, laat ik ze maar eens in huis halen en gaan lezen en kijken waar dit over gaat. Nou ja, ik heb ze alle 5 gelezen de afgelopen weken. Ik heb ze besproken op de site. En een paar dingen kan ik eruit concluderen. Ten eerste dat het eigenlijk alle 5 goede boeken zijn. Gewoon goede leesboeken. Er zit zeker verschil tussen. Vooral omdat een ander ding dat opvalt is dat het nogal dat zware boeken zijn. 3 van de 5 liegen er niet om. Gaan over, Paas gaat over iemand die op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis terechtkomt. Zeg genoeg, denk ik. Dit is Strak Blauw van René van Marissing beschrijft eigenlijk van binnenuit het hoofd van een meisje haar angst, haar angstpsychose. Ook niet misselijk. Dorst Verers, Esther Gerrits is ook geen gemakkelijk boek. Dus je denkt, of de jury is nogal zwaarmoedig. Of jongeren leven in een wereld vol depressie, angst en zwaarte. Ik weet niet wat waar is. Misschien verschijnen er gewoon veel boeken over. Er stond deze week ook een bericht in de krant dat tegenwoordig vooral jongeren last hebben van een burn-out. Dus misschien sluit de literatuur wel erg aan bij het thema. Het valt in ieder geval wel op. Er zijn 2 andere boeken die wat luchtiger zijn. De Verjaardagen van Hanneke Hendricks. Wat ik zelf eigenlijk het mooiste van deze 5 boeken vind, het verrassendst. Het is een soort modern sprookje over twee outcasts die naast elkaar wonen en bij elkaar de liefde vinden. En het is erg mooi geschreven en origineel en geestig. En het gaat ook nog ergens over. En het is gewoon, het leest lekker. Weet je, dat vind ik voor jonge literatuur toch ook wel een criterium. Dat je gewoon een lekker boek wil lezen. Nou, dat geldt zeker voor Niemand in de Stad van Philip Huff. Waarvan ik eigenlijk hoop dat de prijs wint. Omdat ik, gewoon ook omdat het een heel goed boek is. En omdat het echt jongere literatuur is. Het gaat over een korpsbal. Maar eigenlijk gewoon over een student die op zoek is naar hoe hij zijn leven in moet richten. Hij worstelt met de liefde. Hij worstelt met zijn studie. Hij worstelt met zijn ouders. En hij zit midden tussen de mensen, maar tegelijkertijd gaat het ook over alleen zijn, staande houden in de groep, eenzaamheid. Ik denk allemaal van die dingen die die jongeren goed herkennen, die actueel zijn, die spelen in in je leven. En dit is gewoon een en al jongere literatuur. Dat geldt voor de andere boeken wat minder. Ja, daar kun je over discussiëren. Die prijs is bedoeld. Jongeren kunnen ook stemmen vanaf 15 jaar. Dat vind ik rijkelijk jong in dit verband. Als je een aantal boeken ziet. Ik zou die leeftijd toch meer op het moment zetten dat je gaat studeren. Dat je wat meer echt met volwassen dingen bezighoudt. Maar goed, dat is een keuze van de organisatie. Er valt ook wel wat voor te zeggen. In ieder geval heb ik ze met plezier gelezen. En ik denk dat ik dit soort boeken ook wat meer blijf volgen. Er is ook nog de nominaties voor de best vertaalde boeken. Er zijn er ook 5. Daarvan heb ik er maar 2 gelezen. En dat zijn ook wel meteen dan denk ik de echte young adult boeken. Dat is Herinnering van een denkbeeldig vriendje van Matthew Dix. Een boek over autisme. Daar doe ik het mee te kort. Maar om het even heel kort te zeggen. Het is een heel mooi boek. En, John Green met Een weeffout in onze sterren. Dat is jongere literatuur zoals het bedoeld is in optima vorm. Maar dit is ook typisch zo'n boek wat daartussenin zweeft. Wat voor jongeren en jongvolwassenen geschikt is. Wat voor iedereen goed te lezen is. Wat ook zeker voor 15-jarigen goed te lezen is. En er liet verschillen in januari. En dan was eigenlijk meteen al duidelijk van dit gaat het winnen. Dus het zou me erg verbazen als dit niet gaat winnen. Zelfs nu ik de andere 3 boeken niet heb gelezen. Maar wie weet, juries kunnen altijd verrassende dingen doen. Daar weet ik alles van. Fijne boeken allemaal. Ik hoop dat ze jongeren aan het lezen zetten. En blijft ieder jaar weer een grappig ding en een verrassing. Die Dioraf, de Jongeren Literatuurprijs, komende dinsdag wordt de prijs uitgereikt in Utrecht. En ik ben heel benieuwd.